En instanties kunnen wel meer meewerken, vind ik. Want wij werden echt van het kastje naar het muurtje gestuurd. Studie heen en weer, maar jij zit zelf al thuis. En de stress zit echt hoog in deze situaties. Toch wat meer soepelheid vanuit de bedrijven of vanuit bijvoorbeeld de belasting. Als je bijvoorbeeld 9 rekeningen hebt lopen bij de belasting, dat ze dan toch wat coulanter zijn. En dat ze niet zeggen van, ja sorry, maar toch van elke rekening moet je 50 euro per maand gaan betalen. Als je al aangeeft dat je een uitkering hebt. Want ik bedoel, 9 keer 50 euro is ook 450 euro hoor. Dat kan je niet missen. Als de belasting wat minder streng was en een beetje anders reageerde, want de mensen betalen. Maar als er een crisis is, dan moet je ook naar de mensen toe. Echt kijken, hoe kan je de mensen tegemoet komen. Zo redden ze het natuurlijk niet. Want het is nu echt knokken om eruit te komen. Dus het is best wel heftig hoor, voor iedereen. Denk mee met de mensen die in de problemen zitten om te kijken of ze het toch kunnen betalen, maar dan eventueel op een langere termijn. Persoonlijk vind ik dat professionals eigenlijk wat meer ondersteuning mogen geven aan de jongeren om uiteindelijk meer groei voor deze samenleving te kunnen, want onze jeugd is eigenlijk de toekomst. En het zou eigenlijk wel wat meer ondersteuning mogen hebben dan dat er momenteel wordt geboden. De regering moet iedereen helpen. Iedereen. Of je nou klein bent of groot of... Probeer ze een steuntje onder de rug te geven, want we hebben hier allemaal last van.